Ja, we zijn hier in de Statenzaal van het provinciehuis in Lelystad van de provincie Flevoland. Dit is het regionale parlement en ongeveer een half jaar geleden waren hier zo'n ruim 150, 160 leerlingen van Technasia uit Flevoland aanwezig om gezamenlijk opdrachten op te halen die verband houden met de maatschappelijke opgaves van Flevoland. Er zijn heel veel maatschappelijke opgaves die ook te maken hebben met technische vraagstukken. Nou, voor die technische vraagstukken daar hebben we de leerlingen gevraagd om oplossingen aan te dragen. Omdat Flevoland zo hard groeit en wij ook heel veel talent in Flevoland hebben, zien we dat die talenten ook gaan studeren. Vaak buiten Flevoland, gelukkig ook in toenemende mate ook binnen Flevoland, aan de hogescholen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk dat al die hele talentvolle mensen die een technische studie hebben gedaan, ook weer terugkomen naar Flevoland. En om dat te doen hebben we het project Talent Kleurt Flevoland opgericht samen met de Technasia om kinderen al op een jonge leeftijd kennis te laten maken met wat ze met hun beroepskeuze uiteindelijk in hun eigen omgeving in Flevoland later ook zouden kunnen. We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met de aansluiting op dit terrein. Met de huidige wegen zijn er niet echt goede aansluitingen hierheen. Er zijn meer omwegen om hierheen te komen. Daarom zijn we aan het kijken of er echt directe wegen hierheen kunnen komen. Hoe kan het vrachtverkeer eigenlijk het snelst mogelijk hierheen komen? Nou, dit is zeker leuk hoor. Het is wel leuk om te zien. In het originele plan was er geen mogelijkheid tot een haven. Want Markermeer zou eigenlijk ook vol worden gegooid met zand. Zou ook nieuw land komen. Maar uiteindelijk is dat dus niet gebeurd en daardoor is er dus de mogelijkheid gekomen om wel een haven te creëren. En dat levert natuurlijk weer heel erg veel banen op uiteindelijk. Er komt een economische groei en dat levert uiteindelijk meer geld op, ook voor de gemeente en voor de provincie. Flevokusthaven, gewoon een goede weg langs de dijk die doorgaat op de Rijksweg en dan door naar de snelweg. En vervolgens willen we ook een aquaduct bijvoorbeeld naar de dijk. Dat is de beste oplossing, want dan kunnen de boten gewoon doorvaren en dan mag er ook geen brug open. Dus dat zou je ook kunnen uitrekenen, wat de tijdswinstbesparing zou kunnen zijn als je niet meer om hoeft te rijden? Dat het best wel kan schelen, net dat kleine stukje kan net het verschil maken om wel of niet je containers hier open te slaan of in één keer door te rijden naar Rotterdam met de vrachtauto. Het eindresultaat, als ik het zo hoor, ligt het echt wel bij deze, dat hier moet gewoon een goed plan komen wat voor veiligheid zorgt. En we willen het snel. Dus snel is een criteria voor de oplossingsrichting die je kiest, dat het snel realiseerbaar is. En kosten. De doelgroep moet ook gebruik kunnen maken van de haven en de bedrijfsterrein daar. Ja, en de doelgroepen die er voor het spoor zouden zijn, dus chemisch en automotor, dat is dus niet wat ze op de haven willen. Dus daarom is dat niet, nog niet doorgegaan. Nee. Maar misschien later wel. Want de staat van de toekomst gaat hier echt gebouwd worden. 2022 is hij af, net als de Floriade. En jullie ideeën zijn best wel belangrijk daarvoor. Want als jullie echt een heel tof en goed idee hebben, wie weet wat wij daarmee kunnen met de echte straat van de toekomst. Jullie zijn precies in het midden van het Floriade-terrein. Als je hier op het plaatje kijkt, hier zie je een artist impression van de Floriade. Hier, op deze locatie, daar zijn we nu. Als je aan Floriade denkt, wat is dan nu het eerste wat in je opkomt? Duurzaamheid. Groen. Als je mijn ouders vraagt, of mijn moeder vraagt, en mijn vader leeft niet meer, van wat is de Floriade, dan zeggen ze een grote bloemenshow. Dus het is heel leuk dat jullie er nu al heel anders tegenaan kijken, want dat was ook de bedoeling van de nieuwe Floriade. Er moet nu iets veranderen. De wereld staat op zijn kop, er gaat van alles heel erg mis. En natuurlijk moeten we plannen maken om het te verbeteren, maar we moeten ook nu, gisteren iets doen om het te veranderen. Dus als jullie niet anders met die wereld omgaan dan onze ouders doen, dan is er echt een probleem. Waar zie ik een verdienmodel? Hoe zou ik iets kunnen oplossen, maar daar ook iets aan kunnen verdienen en iets aan kunnen overhouden? En dit, heeft iemand een idee wat dit is?
Het is een vlier. Je gaat hem echt heel veel tegenkomen. Want een vlier, die groeit hier echt heel veel. Misschien ken je hem wel van de limonade. Ja, en dat is dan de hazelaar van de... Hazelnoot. Bam. In één keer goed. Dus eten dan? Ja, dit kan je eten. Een beetje apart. Beetje naar ui. Uismaak. Ja. En hier komt eigenlijk een theater. Dus heb je gewoon een theater midden in een stukje bos in de stad. Ook heel vet. Nou, eerst hebben we wat uitleg gekregen over de Floriade en wat er allemaal komt te staan. Daar hebben dus, heb ik zelf ook wel wat ideeën van gekregen. Gekozen voor het huis van de toekomst. En dan moeten wij zelf innovatieve ideeën bedenken, duurzaam. Energiezuinig, alles erop en eraan. Nou, we hebben wel het idee om een bepaalde faciliteit samen te delen. Dus twee families die dan samen een keuken en de badkamer of zo delen. We willen ook iets met water gaan doen om daar energie op uit op te wekken. De knakwortel. Ja, dat was heel erg lekker. Ja. Ik proefde niet dat het wortel was. Bij dit project moeten we een manier vinden waarop we in Almere zelf zeg maar, groenten en fruit zou kunnen verbouwen zodat je meer van het land gebruikt. Duidelijke en leuke rondleiding en je krijgt ook echt veel te zien. Ja, om over hoe voedsel bewerkt wordt, vooral groenten in dit geval. Dus gewoon binnenin hoe alle processen gaan hier, dat is best wel interessant om te zien. En, ja. Het helpt je ook echt wel bij het project, want ik heb net wel dingen geleerd die je dan ook voor je eigen idee zou kunnen gebruiken. Precies. Nou, Schiphol heeft momenteel zijn maximale grootte bereikt. Daarvoor zullen er veel vluchten verplaatst moeten worden naar andere vliegvelden. En daardoor heeft de Nederlandse overheid besloten dat het bij Lelystad Airport gaat gebeuren. En uiteindelijk wil Lelystad Airport gaan openen in 2020, zodat ze daar de reizigers voor vakantievluchten binnen Europa kunnen gaan vervoeren. Maar als je dan zeg maar beneden hier achter mij in het station staat, dan weet je niet waar je heen moet voor de buslijn. En aangezien onze buslijn van het Lelystad Airport ook aan een andere kant gaat komen dan aan de huidige buslijn hier zo, aan die kant, weet je al helemaal niet waar je heen moet. Nou, als de reizigers natuurlijk hierheen komen en ze hebben geen idee waar ze heen moeten, moeten ze iets hebben waardoor ze meteen weten, we moeten naar hierheen om vervolgens naar het airport te kunnen gaan. Nou, daarvoor hebben wij een beeldmerk bedacht. Maar voor dit beeldmerk moet er natuurlijk ook een geschikte plaats zijn. Daarvoor zijn we zelf de stad ingegaan om zelf te ervaren als reiziger waar we nou daadwerkelijk heen kijken en waar de duidelijkste plekken zijn voor plaatsaangevingen. Natuurlijk, als de passagiers eindelijk bij het vervoer zijn gekomen, was ons doel dus om dit vervoer zo snel mogelijk te krijgen naar het vliegveld. Op lange termijn willen wij een maglev gaan gebruiken. Maglev staat voor Magnetic Levitation. En het is dus eigenlijk gewoon een trein die gebruik maakt van magnetische krachten om zich te bewegen. Goedemorgen! We gaan vandaag op excursie naar het Markermeer. We gaan eens even kijken langs het Markermeer wat voor plekken we allemaal tegenkomen, hoe die kust eruit ziet. We gaan iets langs de kust bij Lelystad en vanaf daar zakken we zo de kust af richting Almere. Om daar de Hollandse brug over te steken naar Noord-Holland en zo gaan we naar Eiburg toe. Bij het ontwikkelen van Lelystad nooit nagedacht over kustontwikkeling en waarvoor je zo'n kust zou kunnen gebruiken voor de bewoners. Hoe je daarmee je stad aantrekkelijker zou kunnen maken. Ja, dus wat je ziet is dat het een hele rechte dijk is met allemaal stenen erlangs, waardoor je niet goed bij het water kan komen. Het water is niet beleefbaar als zodanig. En wat ook nog wel langs zal komen is dat het soms niet altijd heel erg makkelijk is om het ding voor waterrecreatie te plannen. Je hebt te maken met wetgeving, met natuur.
En dat zal tijdens de flinke wandeltocht van deze ochtend ook nog wel voorbij komen. Natuurlijk moet je praktisch nadenken, van wat ik al eerder zei, van jetskiers en zwemmers gaan niet heel goed samen. Dus denk goed na van wat voor dingen wil je nou. Maar wees vooral creatief en denk zoveel mogelijk out of the box. De Nederlandse regering zei, wij gaan die polder maken en dan stoppen we de beste boeren in. Er moet heel veel voedsel komen en dan hebben de Nederlanders nooit meer honger. En dan vonden ze speren en oude netten. Dus hé, daar hadden mensen geloond. En wat blijkt? 10.000 jaar geleden liepen hier al mensen achter een koeienkom. En ik doe het nog steeds. Niks veranderd. Nou, dan gaan we even een stukje over de oude rivierbedding lopen. Van hey, wat is de toekomst? Willen wij in de toekomst ook dieren en planten en een gezond milieu? Of willen we maximaal productie en alleen aan geld denken? Wij hebben hier een natuurboerderij. We zijn onderdeel ook van het project van de provincie Nieuwe Natuur. Laten zien dat je kan leven met dieren in een landschap wat biodiversiteit heeft. Het landschap wat levend maken voor die kinderen. Dat ze op ideeën komen hoe ze die hut of die trekpelpost vorm kunnen geven. En al die vogels die komen zeg maar tussen de brug en tussen de draden precies op deze plek. Komen die vogels eraan en vliegen ze naar de overkant. Maar verder, je moet zo creatief mogelijk zijn. Jullie moeten aan dingen denken waar wij niet aan denken. Dat is technasie. Voor mij is het allerbelangrijkste eigenlijk dat de situatie zoals we daar nu staan toch niet echt veilig is. Wij schuilen met harde wind achter de klep van onze auto. Verder zou ik het mooi vinden als we ook ietsje hoger zouden kunnen staan. Zodat we over de dijk naar het IJsselmeer kunnen kijken. En dan wordt ons blikveld gewoon nog vergroot. Ja, en dat zou nog mooier zijn. Ja, we zijn heel benieuwd naar de resultaten. Ik weet dat alle leerlingen, maar vooral ook de docenten en ik denk ook de ouders met heel veel enthousiasme de afgelopen maanden aan de opdracht hebben gewerkt. En we zijn allemaal razend benieuwd met welke innovatieve oplossingen alle leerlingen komen.